Welkom in Usnen. Ja, we zijn er. Welkom op deze vlog. Deze vlog gaat alleen maar over kanovaren, kamperen, vuurtjes stoken. Eén groot avontuur met ons gezin. Oh, dan gaan we straks proberen, hè? En ga je dan voorin zitten? Ja. Hoeveel tassen hebben we al? Ik ben het zelf kwijt. Het is 1, 2, 3, 4, 14, 15 tassen. Dat is de kano. Dus ik ben heel benieuwd of het erin gaat passen. Marie en de kant hangen. Dan moet je gaan kijken. Wat we gaan doen is met de kano van eilandje naar eilandje. Tent opbouwen, tent afbreken. Eén groot avontuur. Nou, en we hebben net de tent opgezet. En dat ging eigenlijk wel relaxed. Relaxed en binnen 10 minuten volgens mij. Ja, zeker. Dus, dat was een goede start. En een fijne tent ook wel. Die hebben we meegekregen van Travel Base. Dit is de Cano Tribe Family. We zijn eigenlijk de eerste die dit concept gaan ervaren. Ja. Dus dat is ook wel echt superleuk. We hebben de primeur. Alles is nog pionieren en daar houden we eigenlijk wel van. Ja! Dus mochten dingen misgaan, dan zal je dat in dit vlog ook zien. Maar we gaan er vooral een mooi avontuur van maken. En van genieten. Hè? En van genieten ook. Heerlijk. Mooi weer dus. Ik heb net even de foodpacks uitgepakt. Dat gaat in van die drypacks, natuurlijk. En het is heel veel van adventure food. Dit is veggie couscous, minced beef. Er zit van alles nog wat in, crackers, chips en wortels. Wortels, wortels, wortels. En nog koffie, maar die gaan we eerst even zelf zetten. Dus ja, nu weer terug in die zakken. Maar een beetje handig, zodat je nog weet wat zit waar. En hoe gaan we dat doen? Maar kijk dat licht zeg. Oh, prachtig hier. Nu is nog water. Even koken. En dan zometeen. Ja, gewoon. Ja. Kokcafé. Kokcafé in het Zweeds. Kookkoffie. Of cowboykoffie. Maar we gaan de koffie er zo inscheppen. Als hij gekookt heeft. Een beetje roeren. Heerlijk echt op. Dat is wel moeilijk. Mm. Wie stuurt er, liefst geen kinderen, iemand dat toch wel wat kracht kan zetten? En zo peddel je. Je kan zo peddelen, maar dan gaat het niet zo goed vooruit. Gebruik je hele lichaam. Dan kun je echt heel goed vooruit geraken. Dat werkt wel heel goed. Daarom krijgen wij ook vanaf morgen andere panels. De grote bek kan je hem omhoog maken, zodat ik hem nog steeds kan gebruiken. Ah, dat is leuk. Oh, dan gaan we straks proberen, hè? En ga je dan voorin zitten? Ja. Oh, leuk. Nee, toch niet meer. Het is de dag dat we een lange tocht gaan maken van deze camping naar een andere camping. En dat is ongeveer 4 uur kanoën, zonder pauzes en dergelijke. En daar heb je verder ook geen stroom en niks, dus daar profiteren we nu nog even van. Hier op nummertje 44 en op de wisseldag gaan we naar nummertje 30, dus dan kan je zo helemaal kano varen. En ja, op de andere dagen ben je een beetje vrij om te doen wat je wilt. Er staan al een paar routes op de app, maar je mag ook gewoon helemaal zelf kiezen waar je naartoe wilt gaan. Wil je naar nummertje 16, ga je naar 16. Wil je naar 51, mag je naar 51 gaan. We staan bij de kano met al ons. Hoeveel tassen hebben we al? Ik ben het zelf kwijt. Het is echt weer. Er is steeds wel bijgekomen. Maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tassen, dingen, mijn stoeltje. Dat is de kano. Dus ik ben heel benieuwd of het erin gaat passen. En dan moeten we er zelf nog in. Dus dat is natuurlijk wel avontuur, alles mee. En dat betekent dus ook dat we overal kunnen gaan overnachten nu. Dat mag in Zweden. We hoeven niet per se in één keer door, want we hebben alles bij ons. Maar het is wel fijn om op die plek aan te komen waar iedereen is. Maar we gaan het zien, maar dit was nog wel even spannend. Wat had jij verwacht, dat het erin zou passen? Het was een uitdaging, maar ik had er wel vertrouwen in. We weten een beetje te puzzelen, hè? Ja, dat is goed gelukt. Een paar dingen verstoken.
Ik vind dat het mooi past. Ja. Dat vind ik ook. Zeker weten. Nou, zeker wel. Top. En de lunch er nog bij. Ja, er is altijd plek voor lunch. Ja. En dan kom je dus op dit soort plekken aan. We komen uit die richting gevaren daar. En ja, dan ineens zie je dus een landtong met ja, gewoon bos, riet. En dan kan je gewoon je tent opzetten, wat dus meer mensen gaan doen. En we hebben een mooi plekje gevonden hier onder het bos. Dus ja, tent weer opzetten, vuurtje maken. Echt fantastisch. Denk je dat Sam wel even kan helpen? Ja, je kan natuurlijk helpen. Dus kan ik je even helpen, Sam? Kijk, er wil ik hout. En wat kan je het vuurtje doen? Brood maken en marshmallows. Marshmallows ook, lekker hè? Ik weet brood maken. Eerst was het heel kleverig deeg. Ja. En daarna moest je het heel lang in de... En daarna moest het heel lang rijzen. Dan in de oven. En dan was het brood. Heel goed. En weet je ook wat er in het brood zit? Ja. Ja? Zeg het. Ik weet het niet in Nederlands, maar wheat of zo. Ik heb hier heel veel bloem. Ja, bloem. Dan gaan we er zo in doen. Wat hebben we nog nodig? Suiker. Suiker hoeft niet. Bloem er al eens in doen, want het is veel, hè? Oh. Om het te laten rijzen, wat doet het? Wie kan er zweet? Met een G. Gist. Gist. Goed zo. Doe maar een beetje gist in de kop. Jullie mogen hier gist. Oh, doe maar iets lager. Anders gaat hij niet helemaal naar beneden. Ja. Nog een beetje, ja. Goed zo. Doe maar alles erin. Alles erin. Goed zo. Nou, deze ook open doen. Mm-hmm. Hoeveel gist zit er nu in? Veel. Veel. Heel veel. Dat is zo'n plakkerig. Oh, wij hebben wel passen in de... Dat is zo plakkerig. Wacht maar, dit is het ook wel zo niet. Ja, super. Kunnen we dat ook gaan doen, Jo? Kijk, en dat is de bedoeling... Dat jullie aan de bovenkant allemaal krulletjes hebben. Het is niet zo makkelijk, maar we gaan het proberen. Hè? Zijn er appels? Paal maakt een vuursteen. Meneer mama. Mama maakt een vuursteen. Kennen jullie dat? Dat is zo wit. Ik heb het gezocht, maar het is niet heel moeilijk te vinden. Dat is ook heel brand. Kijk eens, hiermee kan je het vuur mee aanmaken. Heel goed. Heb je die zelf mee? Dat ging berg weer dat. Oh, zijn lucifers. Kan er ook wel bij maken. Ja. Ja. Dus hier zijn er ook al. Kijk eens. Moet zo naar beneden. En dan leg je dat erin. Ik heb het vraagje. We hebben nog een vlam nodig, want wat belangrijk is, als je die vlam hebt, dan hebben we onze verfstick. Ja. Heb je nog een beetje van dat poeder op? Oh my god. Maar het makkelijkste is, want ik zie jouw vis. Ja, pak maar al die schilfietjes. Dat kan ook. Ken je dat niet van mij? Nee, want dat moet vis vangen. Wil je nog even vastpakken? Even, nou ga je vissen. Dan moet je gaan kijken. Moment, moet je helpen. Moet je in de binnenkant? Ah, bijna. Lukt dat of niet? Inderdaad. Want ik had nog een derde kant. Heel belangrijk. En die is ook de rest. En hoe smaakt die? Yummy. En hij is helemaal gaar. Leuk hè? Dat is wel echt de avonturenbrood hè? Ja. Ja, je moet wel zo nauw zijn, anders eindelijk. Ik heb hem! Wat heb je daar dan? Laat eens zien. Kikker! Oh ja. Heeft iemand een in de boom leggen. Ja. Ik ben een beetje droog.
Nou, niemand hier verder niet hoor. I can see birds flying. I see children smiling. When I think about all of the things that you and me could be, I want to be with you both day and night, to sit on the grass beneath the moonlight. Nou, je hebt natuurlijk gezien dat we alles in onze kano meenamen. En daar zit dus de tent in, de slaapzakken, matjes, kookspullen, alles. Maar dat betekent ook dat het allemaal niet te groot is. En dat hebben we ook wel gemerkt, want die matjes waren echt wel erg klein en smal. En de slaapzak ook. Ik ga het je gewoon eens even laten zien. Dit is dan zo'n matje. En de slaapzakken, nou daar is op zich niks mis mee. En het is echt wel koud gewoon in Zweden, laat ik dat maar zeggen. Echt met die joggingbroek aan, trui aan. Nou ja, goed, dat is ook het avontuur wat we zijn aangegaan met die Canoe Tribe. Dus ja... Klaar ook niet, was super leuk. Maar een iets ruimer matje, ik ga ervoor. Dit is toch een fantastische afsluiter van de Kano Tribe sowieso, maar ook wel van Zweden voor ons. Ruim twee maanden Zweden ontdekt.